Marcel, daar ga je. Ja, tijd van komen, tijd van gaan. Mooie tijd gehad, veel gedaan. Maar begrijp ik, na 4,5 maanden is het mooi geweest en thuis vond wacht. En ga je nou ook nog naar Kreta? Jazeker. Zegt hij met een kleine glimlach. Biertje. Biertje? Biertje. Na 4,5 maand. Ik weet niet hoe het gaat vallen, maar ik denk dat het gaat lukken. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. Vijftig jaar op de dag dat je weer naar huis gaat. Hoe mooi is dat? Ja, speciaal natuurlijk. Ja. Ja, 50, verjaardag naar huis. Op deze dag kwam het ook mijn zoon uit Argentinië. Die is nu net thuis, ik heb net gebeld. Dus dat is allemaal heel speciaal. Hij doet nu iets heel engs met zijn ogen. We hebben het op film meteen. Oké. Okay. En mag ik jou ook heel veel plezier wensen thuis? Ja, dankjewel. Even een standaardvraag. Wat is het eerste wat je doet als je thuis bent? Als het regent, in mijn blote kont in de tuin gaan staan. Laat me komen in die regen.